Hey gasten, dit is Blue Shark met een nieuwe video over de laatste Clan War. Zoals beloofd post ik altijd de meest heroïsche aanval. De laatste 6 Clan Wars hebben we allemaal gewonnen. Alleen de laatste hebben we verloren. Maar maakt niet uit, we zijn er om te leren. Eens kijken, wie was de meest heroïsche? Pom 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 pom. En het was Drambuie. Dat is Silke in onze clan, een van de weinige meisjes. Ze komt tegen de tegenstander nummer 24 en het is gewoon een muurtje rondom rond, torens verspreid. Ze gooit al meteen een bliksemspel tussen drie torens, wat ik niet echt zou aanraden. Ik zou eerder op één toren, het luchtafweer, de bliksemspel gegooid hebben. Stad was stad aan de rand, dus die gaat er al meteen uitsnijpen en oh shit, komt er klein kasteeltroepen uit. Dat is niet goed, maar ze worden zo weggeveegd, geen probleem. Ze gooit boogjes in het midden van het dorp en er zijn natuurlijk al bommetjes geplaatst. Niet echt verstandig. Als je zoiets doet, best één boogje droppen en dan de rest. Ze dropt nu haar reuzen. Meteen een hielspel erop. Heel goed, Silke. En nu wordt het echte werk pas gedaan. Luchtafweer gaat eraan en haar healer komt eraan. Was een mooie timing. En nu zijn de reuzen onsterfelijk. Die gaan alles wegvegen, toren per toren, kanon per kanon. De boogjes werken in de achtergrond, die vegen ook alles mee weg. Had ze boogjes naar reuzen gedropt, had ze het dorp nog sneller kunnen platvegen, want er schieten nog maar 30 seconden over, dat is niet heel veel. Zou ze het halen, de drie sterren? Nou, toch maar heel krap. 5 hier, 3. 2, 1, nee toch? Oh jawel, 100%. Mooi gedaan, Silke. Proficiat.